Steven Kruiswijk zei, het was de langste etappe van de Tour, dit. En, 6 uur op de fiets. 6 uur op de fiets. Die zei, nou ja, hoe was het? Ja, net als voor de andere 180 renners, denk ik. Saai en lang. Ja, ik merkte wel natuurlijk aan hem dat die eerste dagen gewoon echt frustrerend waren voor hem. Zo, dag dames en heren. Wij hebben wel eens op minder mooie plekken gestaan. Wij staan bij de finish van etappe nummer 7. En dan denkt u natuurlijk... Dylan! Ja, we kijken uit op toch weer Nederlandse sporthistorie. Hè? Tenminste, ja. Achter mij zo'n beetje. Nou, een klein stukje terug trouwens, langs de rivier. We hebben het al vaak gezegd, maar het is gewoon zo waar. Als hij vrijuit kan sprinten, is hij gewoon de beste. Zelfs als hij misschien nog 99% is in plaats van 100% vanwege die val. Maar, en wat dan ook. Maar zoals Mike Teunissen zei, als het nog perfecter was geweest, had hij ruimer gewonnen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de winst. Duidelijk. Bij deze alle eer naar Dylan Groenewegen. Dit is een vooruitblikkend programma. Dus we gaan in vogelvlucht zo meteen naar de etappe toe. Maar toch om nog heel even wat schoonheid te geven hier een reactie van Dylan Groenewegen zelf. Hoe ga je dit vieren? Ja, we moeten nog 2 weken verder. Hè? Dus we echt heel uitbundig zullen we het niet kunnen. Maar natuurlijk een glaasje bier of een dat zal er wel bij kunnen. En gaan we wel even proosten, hebben er hard genoeg voor gewerkt. Ja, dan gaan we naar de zaterdag alweer. Heerlijk, we gaan het weekend in. Het is nog een paar dagen, dan is het rust voor het peloton. Wat valt er te zeggen over deze etappe? Want we zitten een beetje tussen de bergen en het vlakke in, hè? Ja, nou ja, wat er valt te zeggen is dat er wederom niet gekozen is om weer een aantal sprintetappes achter elkaar te leggen. Het is nu, we gaan nu eigenlijk weer een beetje zoals woensdag. Ja. Flink wat heuvels, tweede en derde categorie. Dus nou ja, op basis van woensdag zou je zeggen, niet zwaar genoeg dat de klassementsrenners elkaar al gaan bestoken. Dus ja, ik denk dat het even de vraag is, wordt het zoals woensdag een rit voor de sprinters die goed kunnen klimmen? Zoals Peter Sagan die toen won. Of Michael Matthews die toen... Ik zie dat beeld nog van Michael Matthews die na de rit van woensdag 5 minuten lang zo op zijn stuur lag. Helemaal er doorheen zat. Je had echt te doen met hem. Ja. En Sunweb kan ook wel... je gunt ze ook wel een succesje. Maar de vraag is even, dus, wordt het een etappe voor Matthews of wordt het een etappe waarin ze iemand mee gaan sturen? En is Wilco Kelderman dan goed genoeg? Ja, want ik breek even in. Jij hebt als een bezetene zitten tikken voor dat mooie weekendstuk over Sunweb. Is Kelderman op dit moment in vorm om Matthews te helpen? Nou, ik denk het echte werk voor zijn kopman nog wel. De vraag is of hij ook het echte werk voor zichzelf kan doen. Hè? Want ze zijn hier allemaal eigenlijk om een ritzegen te pakken. En nou ja, als Nederlander mogen we toch hopen dat hij voor eigen kansen nog kan gaan. In plaats van dat hij voor gunde Australië Matthews heel veel, zeker naar het beeld van woensdag. Ja. Maar dinsdag was het nog bij Kelderman, ja, het gaat eigenlijk wel lekker. Ik rolde lekker door de Tour heen. Woensdag was het al, ik voelde me al wat minder op de klim. Donderdag zat hij ergens op de 85e plek op La Planche de Belleville. Ja. Hij is niet in topvorm, dat geeft hij toe. Omdat hij die val heeft gehad vlak voor de Giro en daarna weer heel lang in een corset moest zijn. Maar ja, laten we hopen dat Kelderman weer een glimlach op het gezicht van Team Sunweb kan brengen. Dankjewel Daan. Wij gaan lekker afsluiten en dat doen wij met beelden van bij de bus van Jumbo-Visma. Want daar ging toch wel, nou, daar was toch wel redelijk wat ontlading. En dan zeggen wij tot morgen. Dag. Morgen. Ah, jongen.